Een bijzonder fijne vrijdagnamiddag allemaal en van harte welkom bij Studio ROB. De zon schijnt en het is bijna weekend. Meer moet dat niet zijn om er een gezellige namiddag van te maken. Zometeen hele boeiende interviews. We hebben het onder meer over een bijzonder innoverend milieutechnologiebedrijf uit Herent. Waterloo heet dat. En zij zijn genomineerd voor onderneming van het jaar 2011. We hebben ook een nieuw boek op de wijze van de chef en daar komt Eddy Niesten meer over vertellen. Wat hebben we dan nog? Een regisseur, Stijn van de Velde, hebben we ook uitgenodigd. Hij komt vertellen hoe de lipdub in Aarschot was. Je weet het misschien nog wel. Een tijdje geleden zat hij in de studio. Het nieuwe soort hypige filmpje dat gemaakt werd bij de grote heropening van de Grote Markt in Aarschot. Muziek hebben we ook van hele jonge bandleden. Mystic Moose heten ze. Het zijn stuk voor stuk klasbakken, al zeggen ze het zelf, de muzikanten. En ze staan al een beetje te lachen. Zij zijn er klaar voor. Zit gewoon gezellig in je zetel. Geniet van de muziek, want dit is een eerste nummertje van vanmiddag, Confrontation. Welkom. To see you cry, no need to explain, no place to hide in, nowhere to go, no time for escaping. It's all just a game. I see the blue lights, like you've seen them before, just like the last time. Voices all around, we should be hiding, or is it destiny to be dying? Slowly in the rain. Stop whining, you're driving me mad. I have no answers to your questions. Make sure you try to think for yourself, and you will find a way to run from me. Why don't you answer? Won't you talk to me while I'm waiting for the cops to arrive? Look to my eyes and say it isn't so. Look into my eyes and say you love me. We'll be right back.
Iedereen wakker op deze vrijdagnamiddag. Mystic Moose was dat. En straks komen de meest luidruchtige bandleden bij ons in de zetel zitten. En volgens mij was dat zo'n beetje de zanger en de man achter de percussie. Blijf er gewoon gezellig bij en geniet van twee jonge gasten. En eigenlijk moet ik zeggen, muzikale klasbakken. Zwaar, hè? Mystic Moose, een heel fijne middag. Hallo. Oftewel Jelle en Timmy. Een heel fijne middag. Jelle, ik begin bij jou. Mystic Moose, hoe lang bestaan jullie al? Een jaar eigenlijk. We hebben vorig jaar in augustus onze eerste optredens gedaan. Ja. En? Ja, we waren een halfjaartje daarvoor denk ik aan het repeteren. Ja. Meteen veel fans? We hebben toch zoal een vaste klik die af en toe wel eens meegaat. Zo plezant, ja. Ja. Jullie komen zo'n beetje begin in Dijk, Tiene, Leuven. Ja. Leuven, het is waar, hè? Ja, ja, zeker. Absoluut. Moest ik er even speciaal bij vermelden. Zeg, jij speelde daar straks op een heel apart instrument. Wat was dat? Dat is een darbuka, dat is een Arabisch instrument. Ja. Het ziet er een beetje uit als een djembe, maar het is veel kleiner. En het, is, allee, het heeft een andere ook het vel bovenaan is anders. Ja. Bij een djembe is dat een geitenvel. Ja. En deze is plastic of zo. Ja. Ik kan er wel heel veel kabaal op maken, maar wel heel mooi kabaal. Hoe lang speel jij het zelf al? Wel, ik speel van mijn 13 al percussie en dus ongeveer een 15 jaar nu. Ja, oké. Okay. Dan weet ik meteen hoe oud je bent. Ik kan heel snel tellen. Hoe oud? Ik ben echt gigantisch slecht in wiskunde. Ja, 28 of zo, nee? 15, 13? Hoe zit ik ernaast? Ik heb u eigenlijk... Je bent jonger, hè? Ik heb u eigenlijk gefopt. Ik ben 29 en ik... Ja, en je bent ook bijzonder populair, want alle vrouwelijke fans zijn jou niet aan het sms'en via jouw telefoon. Een logistiek probleem. Dat is niet erg. Goed, Jelle, eventjes terug naar jou. Jij bent de zanger van heel de bende. Ja. Maar jullie hebben al heel wat ervaring op andere muzikale vlakken ook. Wat heb jij bijvoorbeeld in het verleden al gedaan? Ik heb nog wel bij andere groepjes gespeeld. Tiny Philosophers was vooral ons groepje waar Caroline, de violisten, ook bij speelde. Ja. Die heeft onder andere dan ook nog bij Black Velvet gespeeld. Ja, ja. Timmy heeft bij Shaman Festival gespeeld. Tsanen heeft bij Captain Flash gespeeld. En, ja. Zoals we het zeiden, muzikale klasbakken. Echt, well, eigenlijk zijn we gewoon muzikanten die hun ervaring opgedaan hebben ook in andere groeven, klasbakken. Dat klinkt zo. Ja, dat klinkt goed, eigenlijk. Ja, dan weet ik niet of dat goed klinkt. Maar ik getuig voor jou. Ja, dat ga ik even afzetten. Want, we willen alle vrouwelijke fans even stoppen met Jelle en Timmy liever uit de sms'en. Dan kunnen wij rustig het interview voortdoen. Want jullie hebben iets meegebracht en het staat op de tafel. Wat heb je meegebracht, Jelle? Onze eerste cd, onze EP. Ja. Cd, 5 liedjes. Hoe trots ben je erop? Oh, heel trots. Ik ben super content. Ja. We hebben ons geamuseerd in de studio. Het was hard werken, maar ik ben content ook met hoe dat eruit ziet en hoe dat klinkt. Absoluut. En... Maar er staan 5 kopjes op. Wie missen we vandaag, Timmy? Ja. We missen Tsane, onze accordeonist, die er voor het interview laatst niet kon bij zijn of voor dit programma. Ja. Maar de groeten aan Tsane dan. Hè? Absoluut. En die gaat eens zo goed in vorm zijn vanavond. Ah, waar treden jullie vanavond op? Vanavond is het in Begijnendijk in de parochiezaal. Onze voorstelling eigenlijk van de cd. De officiële voorstelling. Officiële voorstelling, spannend. Goed. Zeg, in de nazomer, want het is natuurlijk volop nazomer, zelfs gewoon zomer. Wordt het ook nog druk voor jullie? We hebben eigenlijk onze grootste optredens al gehad. Ja. Dus we hebben vorige week bijvoorbeeld nog op Fiesta Mundial gespeeld. Nog een paar festivalletjes gedaan. Ook hier in Leuven gedaan. Ja. Ja. En het leuke is dat we elke dag dat we hebben gespeeld, hadden we goed weer. Dus de paar dagen goed weer dat we gehad in de zomer. Zeg, als ik ooit een tuinfeest doe, dan boek ik jullie voor de muziek en dan heb ik altijd goed weer, zoiets? Absoluut. Dat is genoteerd. Goed. Jullie hebben ook een eigen website. Welke is dat, Jan? Mysticmoose.be. Heel gemakkelijk. Zometeen nog een tweede nummertje, Timmy. Wat gaan jullie brengen? We gaan Elizabeth Slane brengen. Nu, Jelle kan beter vertellen waarover het gaat. Het is een beetje een jazzy nummertje, een kort nummertje. Alright. En wel mijn persoonlijk favoriet nummer. Echt waar? Dan ben ik heel blij dat je dat gaat spelen. Jelle, waar gaat het over? Oh, het gaat een beetje over het dromen en terugkijken op... toestanden, liefdestoestanden in het verleden en zo. Jullie zijn romantische zielen. Mm. Het is ook niet altijd. Mijn liedjes gaan niet altijd over de
hetgeen dat echt gebeurd is, kan okay, ook niet altijd. Het hangt er wel af van je onder romantiek verstaan. Ja, dat is waar, maar daar gaan we het een andere keer over hebben. Ja. Timmy, goed. Onze tijd zit erop. Heel veel succes zo meteen op ons podium. Ja. En geniet ervan tijdens de officiële voorstelling van jullie nieuwe EP. Dank je wel. Kunnen we hem kopen trouwens? Nog heel belangrijk. Ja, hij kost €5 en het zijn 5 liedjes. Ja. En je kan via onze website, waar een e-mailadres op staat, kan je een demotje. All right, heren. En deze avond uiteraard in Begin en Dijk kan hem ook gekocht worden. Om laat beginnen jullie eraan? Het begint om 8 uur. Oké, okay, goed. Het is in de parochiezaal in Begijnendijk. Maar die mannen maken zoveel reclame, fantastisch. Ja, maar om 8 uur, ja, dat is waar. Ik vraag het. Om 8 uur in de parochiezaal van Begijnendijk. De officiële voorstelling van hun nieuwe EP. 5 nummers voor de democratische prijs van €5. En als je nog niet helemaal overtuigd bent, blijf dan nog even zitten tot na de reclame. Want zometeen hun volgende nummer en dat heet Elizabeth's Lane. Geniet ervan. By. We didn't turn our heads, we didn't try to hide the tears in our eyes. One time I had a friend, I cherished the moments we've spent. When I fell in love, it all came to an end. Favorite pub. My friends were laughing there, we're having fun. I didn't feel the need to enter. I was dreaming about Elizabeth's Lane in a much simpler time. There was no game there, there was no pain. We still were friends. Passing by, when I turned my head, there was nobody there. Maybe I miss you. Dankjewel, Mystic Moose. En zij zijn er helemaal klaar voor vanavond hun officiële voorstelling van hun nieuwste EP. Mannen en vrouw, succes en bedankt. Hè. Voilà, ze zijn ermee weg.